Het nieuwe Centrum voor Natuur- en Cultuurhistorie, de Bastij, heeft vrijdagavond gevierd dat het hoogste punt van de bouw is bereikt. De Bastij wordt een bezoekerscentrum voor natuurgebied de Gelderse Poort. En daarnaast zullen verschillende exposities en activiteiten worden georganiseerd. Staatsbosbeheer, Museum de Stratenmakerstoren, het Natuurmuseum en IVN bundelen daarvoor samen hun krachten. Naar verwachting zal de Bastij aan het eind van 2017 opengaan voor publiek. Oké, dank jullie wel.